Assistenttrainer Arno Lancel en centrale verdediger Robert van Boksel zijn de vervangers van de geschorste trainer Robert de Ruiter. Nadat hij te grof taalgebruik zou hebben gebruikt in de uitwedstrijd tegen Jong Sparta in januari. 5 wedstrijden mag hij niet op de bank plaatsnemen. En dus ook niet deze thuiswedstrijd tegen De Dijk. De Amsterdammers die in zwaar weer verkeren. Maar in de openingsfase via Harry Zwart moet een goede kans creëren. De bal gaat tegen de paal. En dus blijft het in die openingsfase 0-0. Vlak na rust, een vrije trap in de muur. En volgens de scheidsrechter, de heer Smit, is dat een penalty. Er wordt geklaagd. Er wordt gezegd dat de arm toch heel dicht bij het hoofd zit. Maar er wordt geel gegeven. De bal komt inderdaad tegen de hand aan van Wiltenburg. En dus is het een makkelijk gegeven strafschop. Maar wordt hij wel gegeven en mag Van Ewijk achter de bal gaan staan. Hij schiet onberispelijk raak. Het is 1-0 voor Lisse. Dat is een fijne voorsprong voor de ploeg die al 3 keer op rij verloor. Een half uur voor tijd. De corner wordt ingekopt en dan is het Rodi van der Putten. De clubtopscorer van FC Lisse die hem praktisch voor open goal mist. Corner van Ewijk. Prachtig binnengeschoten. Wat een doelpunt. Op de volley en raak. Een geweldige goal van Valk. Zijn eerste doelpunt in de tweede divisie. Maakte er eerder al eentje in de derde divisie een aantal jaar geleden. En dus 2-0 en de wedstrijd beslist. In de blessuretijd. Wiltenburg verspeelt de bal. Ait Afkier, de invaller, geeft hem af. Rodi van der Putten mag doorlopen en scoort. 3-0, zijn eerste doelpunt sinds 13 januari. En zijn 8e van het seizoen. Hij beslist de wedstrijd en Lisse kan definitief afscheid nemen van de onderste regionen en speelt zich veilig na deze overwinning op ASV De Dijk.